Uw belangrijkste USP, Unique Selling Point, dat bent u. Hallo, ik ben Patrick van Gils, communicatie- en merkmanagement professional. Ik wil u in deze video kort iets vertellen over wat ik zie bij ondernemingen en organisaties. Over mijn visie op communicatie en merken. Hoe ik ondernemers en organisaties kan helpen. En welk resultaat dat uiteindelijk oplevert. Wat ik zie is dat er op dit moment binnen organisaties veel behoefte is om een verandering, een vernieuwing, een verbetering of zelfs een beweging op gang te brengen. Ik merk dat ondernemingen en organisaties van 2015 echt een sterk en krachtig jaar willen maken. En ik zie dat er een urgentie is om brood op de plank te krijgen. En dat iedere medewerker de nieuwe taak en verantwoordelijkheid krijgt om mee te helpen de organisatie en haar producten en diensten te verkopen. Dat is wat ik zie. Mijn visie op communicatie en op merken is dat ik zie de komende jaren dat bedrijven hun medewerkers meer zullen doorontwikkelen naar echte merkambassadeurs. Die staan voor het merk en het uitdragen, vertellen en ook mede verkopen. Ik zie dat communicatie, een planmatig, proactief communicatieplan voor bedrijven de komende jaren het verschil kan maken om door te groeien en succesvoller te zijn. En ik zie dat het startpunt van die beweging je eigen merk is. De kernkracht van de organisatie. Dat is het startpunt. Ik help leiders, dat kunnen ondernemers zijn, dat kunnen managers zijn, dat kunnen directeuren zijn of professionals. Eigenlijk met het verbeteren van hun communicatie en het versterken van hun merk. Ik leer ze zichzelf beter te verkopen, hun bedrijf beter over de bühne te brengen en meer podium te vragen voor de producten en diensten van de organisatie. Ik zal een paar voorbeelden geven. Ik geef voor leiders media, communicatie en presentatie coaching en training. Voor teams heb ik verkooppitch en klantpresentatietrainingen. En voor organisaties kan ik het A tot Z communicatiemanagement verzorgen, van plan tot uitvoer. Nou, wat is het resultaat van dit soort diensten? Ten eerste dat er meer teamkracht en meer teamkwaliteit ontstaat. Ten tweede dat de naamsbekendheid en merkbekendheid van de organisatie zal stijgen. En ten derde dat duurzame klantrelaties, meer waarde en meer winststijging het eindresultaat zal zijn. Dit wilde ik graag met u delen. Ik hoop dat u letterlijk en figuurlijk een beeld hebt wie Patrick van Gils is en wat ik voor u zou kunnen betekenen. Graag kom ik nader in contact met u. In dit LinkedIn-profiel vindt u meer informatie en mijn contactgegevens. Bedankt voor uw aandacht en ik hoop u snel persoonlijk te ontmoeten en te bespreken waar ik u zou kunnen helpen om uw communicatie te versterken. Want uw belangrijkste unique selling point, dat bent u. Tot ziens.